Goedemorgen. Even de voorbereidingen worden hier getrokken. Hebben jullie er zin in? Helemaal zin in. Helemaal geweldig, ja. Je kan dus. Mooie dag, mooi weer. Mooi. Dus we maken er weer een fantastische top even. We zullen ons best doen. We gaan ons best weer doen. Komt helemaal goed. Welkom in het Brabantse land. Voor mij bekend terrein, omdat ik hier mijn promotieonderzoek heb gedaan. Weliswaar niet hier, maar in Eindhoven. Maar er is natuurlijk een warme band tussen de Automotive Campus en de TU Eindhoven. We gaan er vandaag een fantastische rit van maken. Vorige week werd er geroepen, het gaat regenen op zaterdag. Jongens, dit is een knakrit. Iedereen die een knakrit rijdt, die weet... Wij doen niet aan regen op de zaterdagen. Wij rijden altijd in de zon, want we zijn een zonnige club. En zo is het ook weer uitgekomen. Vandaag gaan we gewoon vrolijk in de zon rijden. Mijn naam is Willem Postmus-Weijers en ik ben een van de vrijwilligers binnen het KNAK Rittenteam. Ik wil u, laat ik zeggen, de rit van vandaag. U heeft allemaal het routeboek, dit apparaat, lineaaltje. Dat is belangrijk dat u dat heeft. Het zit allemaal ook in de tas, even ter controle. Zonder dit gereedschap komt u vandaag niet zo ver. De route is ongeveer 72 kilometer. We hebben gisteren nog een keer nagereden. Geen wegomlegging meer tegengekomen, dus het zou vandaag ook goed moeten gaan. De middagrit is rond de 70 kilometer. Rijdt u ook in principe 1 uur en 3 kwartier over. En dan komt u bij de finish en dat is op het terrein van de DAF-fabriek. Daar hebben ze parkeerruimte te over. Er rijden dan pendelbussen tussen dat fabrieksterrein en het DAF-museum. Altijd in, maar die heb ik helemaal niet gezien vandaag. Oh nee, dat is zo vriend. Ja, die had ik met een hoedje in de hand. Oh, ja, dat ben jij. Ja, met een officiële knakjasje. Ja, officieus, dicht in de zelf gemaakt. Ja, heel goed, heel goed. Hé jongens, jullie mogen van mij. Oké, dank je. Kijk, de hoofdredacteur heeft ook vroeg ingeschreven met startnummer 12. De eerste 20 punten zijn binnen, hè? Is het zo? En het is niet omdat we piepjes in de auto hebben. Helemaal niet. Nee. Want nee, anderen hebben camera's. Je durft het toch niet aan met de Volvo? De Volvo? Nee, dat is volgend jaar weer. Volgend jaar. Heel goed. Heel goed. Ja, dit is een echte auto hier, hè? Ja. Dit is een echte, ja. Kijk, een mooi dashboard. Alles erop en eraan. Zit op leer kijken naar hout. Zo is dat. Valt ons prima, we gaan rijden. We gaan rijden. Doei! Doei. Heb jij je trui aan vandaag? Oh, wat leuk! Ja. Is dat originele kleur? Nee, dat is helemaal niks. Ook de bekleding is niet meer origineel, maar wel passend bij de kleur van de... Maar ik denk dat de moeders het tafelkleedje kwijt is, of niet? Ja, ja, ja. Bij Westfalia zijn ze een paar kleurtjes kwijt. Ja.
gaat maar. Mag. Iets verder. Ja. Even meten. Je ging voor mijn eikpunt staan. Helaas, nul punten. Ja, ga maar. Precies anderhalf. Met deze twee. Dan nog nu, vier. Nu nog vier. Nu nog vier. En is een bus stil blijven staan. Maar die diesel is zo duur, is op. Die zijn wel verslaafd aan die dag, hè, geloof ik. Ja, klopt. Nou zijn we thuis. Ja. Thuiswedstrijd. Ja, thuiswedstrijd. In een DAF museum. Ja. Ja, mooie route. Met name het tweede deel na de lunch was hartstikke leuk. Was trouwens ook wel het lastigste deel. Met bolletjes en dan de foto herkennen. Dan heb je het even heel druk in dat bolletje. Dat je denkt, oh, daar moet ik heen en is er wat te herkennen. Maar het was superleuk. Ja. En de keizer wel? Nee, dat vrees ik niet. Die met de wielomwenteling, dat was even een verrassing. Dat is moeilijker dan gedacht, dus ik was veel te ver. Dus dat wordt hem niet. Ik ben er zeker van dat u op dit moment heeft gewacht. Hoewel de plek waar wij zijn ook zoveel uitnodigt om die dingen te bekijken. Ik ben Wim Meijs, ik ben lid van het bestuur van de KNAK. En ik heb genoten van de rit zelf vandaag. Het schitterende weer, wat altijd bij KNAK-tochten hoort. Dat was ook besteld en dat is geweldig. Maar voor mij is het altijd al fijn als ik 's ochtends het parkeerterrein opga en ik zie altijd de totale diversiteit aan auto's van onze leden en mensen die er zin aan hebben. Dan zijn er nog de vrijwilligers. Zonder de ritten kunnen nooit georganiseerd worden zonder de vrijwilligers. Dus Rob Content, Jeroen en Karen van Heuvel, Rob Harteveld, Marcel en Leni Tillemans, Rien Meder en natuurlijk Willem Postumus Meijers. Ik wil jullie heel hartelijk danken en ook naar voren roepen, want ik heb ook van allerlei Belgisch bier voor jullie. Het is zo knap dat u elke keer weer een mooi weggetje weet te vinden. En dan ook altijd streng maar rechtvaardig sureren, daar komen we vanzelf achter. Vergeet me nog, de man die bij bescheiden de hele tijd aantikt en zegt, hou de microfoon dichterbij. Kees de Recht. De derde prijs is daarbij voor de Equipe van der Ende, nummer 35. 245 punten. De tweede prijs voor de Equipe P. Matti, nummer 63. Matti, 250 punten hadden we. De organisatoren hebben zich bezig gehouden met alle bieren van alle landstreken waar we er ongeveer doorheen gereden zijn. Dus de Belgische bieren waren voor de vrijwilligers, maar we zijn inmiddels overgegaan op alle Brabantse bieren. En ik geloof zelfs dat we nu voor de hoofdprijs op Brabantse pilsen overgaan. Nog meer. En die is gewonnen door inderdaad bijna perfectionisten. Want volgens mij hebben die op 5 punten na perfecte score gehaald. En dat is de Equipe Rothengatter, nummer 64.